Yo mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Mensen, ik wil gewoon even een shout-out doen naar ICT Belgium. Deze guy heeft gewoon een intro gemaakt voor mij, een outro, een logo, een banner. Mensen, ik ben gewoon zwaar stoked, want zoiets gebeurt niet elke dag. En ik heb al gepraat met hem en zo, hij heeft dat gecreëerd voor mij. Zwaar chill. Het linkje van zijn Instagram staat hier in de beschrijving. Van zijn YouTube kanaal staat hier ook in de beschrijving. Ik ga het ook gewoon een keer in het scherm zetten. Ga deze guy volgen. Echt wel heel veel credits naar die guy. Nogmaals, een dikke shout-out naar hem. Want ik ben zwaar stoked. Mensen, ik ga mij nu eerst keer wat verfrisken en wat wassen. Want ik moest beet naar een dokter gaan. Dus let's go. Jullie zien mij wanneer dat ik opgefrist ben. Wow. Zo mensen, ik heb me gedoucht. Ik voel me echt wel fresh. Ik heb niet zo lang geslapen deze nacht. Ik heb maar een uurtje geslapen. Gewoon omdat ik echt wel zo zenuwachtig was van die intro's, die logo en zo. Maar het is allemaal goed uitgepakt. Het is nu 9:21. Zoals je ziet. Ja, zwart. De camera wil niet focussen, maar dat is niet zo erg. Ik moet subiet naar een dokter gaan, zoals ik al zei. Na de dokter weet ik niet wat ik ga doen. Dus het gaat een beetje improviseren zijn voor mij. Ik ga zien wat ik ga doen vandaag. Maar ik ga het zo leuk mogelijk maken. Let's go. Zo mensen, ik ga eens vlug naar de huisarts gaan. Want het is al bijna 10:30. Ik ga wel b-rolls maken op weg naar de huisarts. Wat ik daarna ga doen, weet ik niet zo zeker. Waarschijnlijk heb ik 2 uurtjes slapen, omdat ik echt wel moe ben. Maar ik heb, zoals ik al eerder zei, maar 1 uurtje slapen. Ik ben echt wel kapot. Dus wat ik nu ga doen is, ja, vertrekken naar daar. Ja, ik kijk nu nog steeds vaak naar die scherm. Dat is gewoon omdat ik nog steeds niet gewend ben. Maar geniet van de shots. Zo mensen, ik ben toegekomen hier aan de huisarts. Ik kan waarschijnlijk niet binnen filmen omdat het niet echt beleefd is. Maar ik zeg wel dat er is gezegd is. Zo mensen, ik kom net van de huisarts. Ik heb een deftig gesprek gehad met hem. Want het was echt wel nodig. Ik had het nodig. En damn, ik heb me op de weegschaal gezet. Ik kwam er gewoon bijna erger op. Jeez. Maar ja, dat wordt diëten, hè. Ik ga ook een afspraak maken met een diëtist, omdat het echt wel nodig is. I feeling good, echt waar. Sinds het gesprek met de huisarts voel ik me echt wel veel beter. Ik ga nu terug binnen gaan, want ik ben net thuis gekomen. Ik ga iets eten. En ik ga proberen niet te vet te eten ofzo. En wat er nog vandaag gaat gebeuren, ik ga zien wat ik ga doen. Ik ga proberen waarschijnlijk om naar een maat te gaan van mij. En daar een beetje gezelschapsspelletjes spelen, Monopoly. Zwaar chill. Maar ik ben nu thuis. Wat zou ik doen? Aanbellen of sleutel gebruiken? Ik ga gewoon sleutel gebruiken. Zo mensen, ik zit hier lekker aan de tafel. Ik hoop dat het goede belichting is. Ik ga hier lekker een koffietje drinken, omdat ik echt al moe ben. Ik heb zoals that you you had you could you do you want. Sin una ayuda a la fábrica el camión no está. Esto me daba mil tacos me caía el suelo. Yo ya cogía los tacos los rastreaba.
Ik al eerder heb gezegd, 1 uurtje slapen. Ik ben echt een beetje verward ook. Ik denk dat ik gewoon een keer naar de stad ga gaan, vette b-rolls ga maken. Ik hoop dat dat mij wel een beetje wakkerder gaat maken. Dus ik ga zien. Maar ik ga genieten van een koffietje. Ja, het zit in een soepen tas, maar ja. Smakelijk. Ah! Oh, damn. Ik heb mij verbrand. Oeh, en die straf. Oeh, dat gaat mij wakker maken. Ik denk goed dat ik gewoon naar de stad ga gaan en b-rolls maken. Dus jullie zien mij in de stad. Zo mensen, vooraleer ik eens naar de stad ga, ga ik eerst keer naar de apotheker gaan. Omdat ik een zalfje nodig heb en medicatie voor mijn mama. Dus ik ga er eerst keer achter gaan. En dan gaan we naar de stad en ik ga daar vet b-rolls maken, nogmaals. Ik hoop dat er daar wat kerstvier is, zodat ik het kan filmen. Maar ik heb echt wel zin in. Dus, let's go! Maar vooraleer ik vertrek, ga ik eerst keer natuurlijk een lekker geurtje aandoen. En vandaag is het Montblanc Explorer Eau de Parfum. Een echte aanrader. Dat is namelijk een clone van Greet Aventus. En Greet Aventus is een zeer duur parfum. Dus als je het geld niet hebt, koop zeker Montblanc Explorer. Video is trouwens niet gesponsord. Wel, Mieke? Ja, mijn hond komt hier ineens. Wil je ook een beetje parfum? Nee, dat mocht niet. Of anders zou je het kapot. Dus waar denk ik dat spijt is hier. Maar nog krachtiger dan ik. Maar hoe ruik ik als ik naar buiten ga? Moest er een keer een meisje voorbij lopen? Nee. Maar nu ga ik echt naar buiten. Zo mensen, ik ben vertrokken naar de apotheker. Ik zie dat het open is. Moet wel uiteraard kijken dat er geen auto voorbij komt ofzo. Veilig oversteken, sowieso. Oh, ik heb er eigenlijk geen zin in, maar bon. Ik wil eigenlijk liever in mijn bed kruipen. Na zo een hele nacht wakker te zijn. Maar het was het waard, echt wel. Zeker voor die nieuwe intro. Damn. Mensen, ik ga naar de apotheek. Damn, ik ben nu al buiten adem. Ik mag die zoen aan mijn conditie. Zo mensen, het is nu een beetje aan het regen, zie ik. Dus ik ga waarschijnlijk mijn camera in de rugzak steken. En pak ik jullie speed terug op de bus. En ga ik gewoon vette shots maken. Gewoon zodat jullie met plezier kunnen kijken, sowieso. Ook al ben ik zwaar moe. Dat interesseert mij niet. Ik hou voor die b-roll, sowieso mensen. Dus ik zie dat zo. Kijk, je voelen. Ja, het is zo'n motregen, zeg maar. Weet wat, ik ga mij haasten. Dus normaal zou ik jullie kunnen meepakken. Dus ja, ik heb al mijn voordeur niet tonen. Zo, ik ben nu op weg naar de bushalte. Pak ik daar een bus. En ik ga een wafeltje eten in de stad, denk ik. Ik weet het niet zeker. Ook al moet ik op de lijn laten, ik ga het gewoon doen, man. Ik heb toch niks te doen vandaag, dus ja. Zo, merci voor het stoppen. Ja. Mensen zijn hoffelijk als je een camera in de hand hebt. Later that same evening. Wat? What the hell are you talking about? Who are you talking to? Kan ook een beetje beleefd, hè, meneer? Kan een beetje beleefd, hè? Dat ik zeg dat het een beetje beleefder kan. Dat ik zeg dat het een beetje beleefder kan. Mensen zijn hoffelijk als je een camera in de hand hebt. Wacht een beetje dat je af kan. Heel beleefder. Zoals je ziet, sommige mensen zijn gewoon heel raar. Wat dan? Zie je, tegen zulke mensen kan ik niet tegen. Dan zijt je beleefd en zijn andere mensen onbeleefd. Niet normaal. Oh. Maar ja, wat kunnen we doen? Niets, hè. Maar ik zet jullie nu in mijn rugzak. Rugzak, rugzak. Rugzak, rugzak. Mooie dingen, gekke dingen. Rood of... Thank you.
zo mensen, ik ben hier toegekomen aan de Zuid. Ja, Zuid, ik ben op weg naar de Korenmarkt. Ik ga daar kijken of ik er daar iets kan drinken of eten ofzo. En we gaan gewoon vette b-rolls maken. En ben hier aan het kijken. Ik probeer zoveel mogelijk kerstsfeer op te pakken. Want het echt wel nodig is hier. Oeh mensen, ik ben zwaar stoked. Ik ga gewoon wandelen en ik ga kijken waar dat ik beland. Ik weet wel waar dat ik naartoe ga. Maar ik ga verder kijken. Dus ja. Jullie zien zo. Voor een soort van lockdown te zijn hier in België is er wel redelijk druk in de stad Gent. Is echt niet normaal. Hallo. Ik ben hier nu aan het wandelen. Ik ga hier een kraampje zoeken waar ik een wafel kan kopen, want ik krijg eerlijk gezegd wel hoesting in. Hier, weet je wat dat mega raar is? Je hebt hier zo'n kunstwerk staan. Dat hoeveel was dat? Een miljoen euro? Ik weet niet. Ik weet niet hoeveel dat was, aan iedere bal heeft daar 4 euro aan gegeven, shit mate. Ik moet dat even zien, dat is zo niet meer normaal. Shit, ik vind dat dus toch niet meer normaal. Ik vind het echt een lelijk ding dat hier staat. Oeh, afvokkes. Ik ga er ook één aan kopen. Ik heb wel veel zin in. Zo druk, shit. Moet dat even zien, mensen. Zoals je ziet, is het hier echt al druk. Zo, ik even in de Carrefour binnenspringen omdat ik dorst heb. Ik ga een water kopen. Nee, geen frisdrank. Ik heb hier ook zitten zoeken naar een wafel. Je hebt hier wat wafels hier in Gent, maar ik bedoel... Niemand heeft bankcontact, ik begrijp het niet, want het is corona. Dus je verwacht zowel dat het alleen maar met bankkaart is, maar jammer genoeg is dat niet zo. Maar ik ga nu naar de Carrefour een drinkje kopen. En ja, als ze drinken, ja. Dus ik ga zien. Dat mag bankcontact zijn alsjeblieft. Dus ik ben aan het vloggen voor op YouTube. Ah ja, oké.
Echt? Ja, maar ik kom niet. Nee, ik ben gewoon een vlogger op YouTube. Maar ik ben nog maar net begonnen, dus ik heb nog niet zoveel abonnees. Ja, dat vraagt een beetje tijd, hè. Ik vlog zo'n beetje... Allee, ik vlog niet elke dag, maar zo'n beetje mijn leven. Ik vlog het een beetje, ja. Gelijk Enzo Knol, ik weet niet of je die kent. Ja? Ah ja. Gelijk die. Maar kijk, de kets net niet nodig. Nou, fijn dag verder. Ja, dank je, ja, dag. Zo mensen, ik ga een lekker flesje water. Zijn mugtels maken. Oeh. Ik ben een beetje rustiger te worden hier. Ja. Ik ga nu denk ik de tram nemen. Dus ik ga helemaal terugkeren. En zo ga ik terug naar huis. Want op een bus wil ik even niet zitten. Ik werd daar net wel misselijk meid. Niet normaal. Dus op naar de tram. En als ik nog een kraampje vind met wafels en ik kan bankcontact betalen, ga ik dat zeker doen. Zo mensen, ik heb een wafel te pakken. Hier heb ik dan mijn bankkaart kunnen betalen. Dat was het enige plek dat ik heb gevonden. Normaal gezien ging ik naar huis gaan, maar ik ging er niet meer kunnen leven. Moest ik geen wafel hebben kunnen eten. Dus ik ga nu naar tram 2. Ik ga mijn mak wandelen. En dan hak ik terug op naar huis. En ik zeg het u, ik zit er te wandelen met die camera in mijn hand en mensen kijken zo raar naar mij. Het is alsof ze dat nog nooit te zien. Niemand mijn camera rondlopen. Maar ja. Nice. Zo mensen, ik heb uiteindelijk die wafel. Yay. Ik ga er lekker van smullen. Ik ga dat nu eerst op eten. Beetje weg van de mensen. Omdat anders niet echt hygiënisch is. Dus ik ga dat hier op het gemaksknop eten. En een beetje genieten van de avond nog. Hier in de stad. Eerste hap. Mmm, wel een goede wafel. Ja. Maar ik heb daar lang moeten wachten. Dat is wel jammer, het is redelijk koud nu. Dus ik ga er nu verder van genieten. En ik zie jullie zo. Zo, ik kom net van de tram af, van tram 2. Ik ben hier dus in mijn straat. Ik ben op weg naar huis. Ik denk dat ik nog ga gaan wandelen met mijn hond. Ik weet het niet zeker. Ik ben wel echt wel moe. Maar ik moet wakker blijven tot wanneer dat een deftige uur is om te gaan slapen. Of anders zal mijn slaapritme al volledig kapot zijn. Je kunt het waarschijnlijk wel horen dat ik zo'n beetje spraakgebrek heb. Dat is gewoon omdat ik kapot ben. Ik ga nog wandelen met mijn hond. Ik weet niet wat ik ga eten vandaag. En daar kwam ik zien. Ik heb juist de wafel gegeten. Man, dat heeft me echt wel gesmaakt. Mensen zijn dat zo niet gewoon dat ik hier zo aan het filmen ben. Maar mij maakt dat helemaal niet uit. Het was ook in de stad zo. Het was wel chill. Rustig aan. Ja. Mensen die aan het lopen zijn, moet ook gebeuren, hè. Ik zou dat beter ook moeten doen. Oh, hell no! Dit is echt wel zalig. Oeh. Het is wel een beetje aan het schemeren. Ik denk niet dat het lang meer gaat duren vooraleer dat donker is. Dus ik ben nu aan het kijken wat ik ga doen. Ik ben aan het denken. Ja, kijken, dat gaat moeilijk moeten doen. Denken. Ik ga sowieso nog een keer naar de winkel moeten gaan. Om iets te gaan halen. Hallo. Er is daar een vrouw die altijd hallo zegt tegen mij. Het is wel een vriendelijke. Maar af en toe kan ze eng zijn. Is het erg dat ik dat zeg?
Ik hoop van niet. Hier in deze huis woonde vroeger mijn maat. Hier in deze huis. Dat is jammer, want hij is nu verhuisd naar Wetteren. Allee, al een tijdje. Ik denk een jaar en een half, bijna 2 jaar. En dat sukt echt wel. Want ik stond hier altijd iedere avond bij hem hier zo voor de deur. Waar we met hem aan het babbelen en zo. Ik had mijn plezier daarin. En we waren ook zo bezig over zo een motorbende starten of zoiets. Ik zie mijn broer al in de verte lopen. Hallo. Is dat nu mijn broer in de verte? Ja. Ik denk dat hij een bezoekje is wist gaan brengen. Aan ons huis. Ah, aan ons huis. Damn. Wat zei ik hier allemaal? Het zit er allemaal dingen te lullen, ik zeg het je. Hey, ik ben thuis. Home sweet home. Ah, Andrew. Merci voor de deur open te doen. En hoe was uw dag? Slapen. Pardon. Ja, hoe laat zijn wakker geworden? 3 uur of zo. Mensen, hebben jullie dat gehoord? Hij is om 3 uur opstaan. Maar ja, hij is ook gaan slapen rond 6 uur. Ik ben ook rond 6 uur gaan slapen. En achter een uur was ik alweer wakker. En ik moest naar huis achter. Het was wel nog een chille dag. Ik ga zo wandelen met mijn hond. Zo mensen, de wandeling voor deze avond gaat niet door met mijn hond, omdat ik echt wel te moe ben. Ik ga juist nog achter eten gaan. Een kipfilet durum. En voor mijn broer zijn Franse hamburger. Ik ga er gewoon nog achter gaan. Ik moet ook nog eerst een keer naar de winkel gaan. En dat is voor mijn mama. Dus let's go. Ik ga eerst een keer naar de winkel. En ik heb zo'n bijstukje gekocht voor op mijn camera te zetten. En nu kan ik mijn flashlight rood opzetten en ik ben zwaar stookt. Nu is de beeld normaal gezien prachtig. En zou het normaal gezien niet meer zo slecht mogen zijn. Dus ja, let's go. Zo mensen, ik ben achter een pita geweest. Ik ga er echt lekker wat smullen. Het is een durum kipfilet. En hier is hij dan. Zoals je ziet was dat een durum kipfilet. Ja, ik zit hier in mijn blote bovenlijf. Maar dat is na het eten. Ga ik mij douchen en dan ga ik gaan slapen. Zo mensen, vonden jullie deze vlog leuk? Vergeet zeker niet een blauw duimpje in de lucht te doen. Hieronder heb je een balkje waar dat er abonneren staat. Staat er nog in het rood? Klik daar zeker eventjes op, dan wordt hij in het grijs gezet. Dan zie je geabonneerd. Daarnaast heb je een notificatiebelletje. Klik daar zeker even op als je niets wilt missen van vlogs of video's. En wat ik zoals altijd zeg, dat is tot de volgende video. Later!